Alright, Monsieur Eddie. Yes. Welkom. Voor de tweede keer. Alleen weet niemand dat. We hadden stiekem al een pilot van deze aflevering gemaakt. Misschien dat we daar zo meteen nog even over gaan hebben. Maar jij bent een echte woordkunstenaar. Ja. Mag ik je zo introduceren? Van mij wel. Ja. En dat is meteen wel een goede vraag. Van dat mag nu. Ja. Omdat ik tot een punt ben gekomen in mijn bevrijden van mijn eigen verhaal. Dat ik tot een punt ben gekomen wat ik in mijn eigen podcast zeg van, ik sta nu ergens voor, ook al sta ik daar alleen voor. Dus ik merk dat het me eigenlijk niet meer heel erg uitmaakt wat iemand anders daarvan vindt. Omdat ik voor mezelf erachter ben gekomen dat dit stuk bij mij klopt. Dus dat ik dit stuk ben. Een ambachtsman. Ja, nou ja, dat is ook wel een mooi bruggetje. Ambachtsman, inderdaad. Ik denk, als ik heel eerlijk naar mezelf ben, dan ben ik begonnen met een webdesignbureau. Daarvoor was het zelfs een grafisch ontwerpbureau. Waarin ik mij vooral focuste op het stukje techniek, vormgeving. Ja, het mooi maken van dingen. En toen had ik al vrij snel de ambitie om ondernemer te worden. Op papier was ik het misschien al, maar om echt te organiseren, zoals Tibor dat noemt, in plaats van te creëren of uit te voeren. Maar dat zat er gewoon niet in. Maar jij ergens heeft. Waar is de podcast gestart? Want we begonnen met webdesign. Maar ik denk dat de meeste mensen jou kennen van de Helden en Horden podcast. Ja. En zo niet bij deze. Ja. Want hij is echt heel cool. Niet in de laatste plaats die je mij hebt geïnterviewd. Wat ik ook echt een heel tof gesprek vond. En een eer. Want je hebt een heel mooi lijstje namen. En we zijn ook ongeveer tegelijkertijd gestart. Dat is ook wel leuk. Mm-hmm. Maar hoe deed je dat in het begin? Zeg maar de beginfase. Webdesign, begonnen met podcast. Hoe zag dat eruit? Of hoe zag de Eddie er toen uit? Nou, ik had altijd denk ik gevoel voor esthetiek. En dat deelden mijn compagnon en ik. Dus we hadden allebei, ja, zonder dat we daarvoor opgeleid waren, een gevoel bij hoe dingen moesten voelen. Dat is het eigenlijk. En dat begon met van, nou, dan maken we gewoon mooie designs. En toen werd langzamerhand ook in de wereld, zeg maar, die wereld steeds groter. Dus het was niet meer zo, je had een website, iemand maakte een website en die deed de vormgeving, de back-end, de front-end, alles. Langzamerhand werd dat steeds meer gespecialiseerd. En toen kwam ik in mijn eigen bedrijf op het stuk content terecht. En vanuit daar begon ik dus ook vragen te stellen. Omdat heel veel klanten eigenlijk zelf met een oplossing kwamen voor wat ze dachten dat hun probleem was. Dus ze kwamen met, als ik nou een nieuwe website heb, dan komt het allemaal wel goed. En dan hebben we het over ongeveer 10 jaar geleden. Maar dat kwam natuurlijk helemaal niet goed. Want een website is een medium of een middel. En de klant verwarde het doel met het middel. Want het was een middel om vervolgens iets te communiceren. Maar wat ze communiceren, daar hadden ze eigenlijk niet echt een idee bij. En uit een soort intrinsieke motivatie ging ik daar heel erg op zitten. Van, ja, maar wat wil je dan eigenlijk vertellen? En ik merkte dat ik een soort honger had naar de waarheid. Naar de essentie van dat verhaal. Totdat ik daarin zo ver ging, dat ik bijna in iedere sessie uitkwam bij iemands persoonlijke verhaal. Zoals Eelke Smit dat noemt, bij zijn emotionele incontinentie. Dat er een punt wordt aangeraakt dat er heel erg veel emotie loskwam. En dat ik dan 's avonds thuis kwam bij mijn toenmalige partner. En dat ik merkte, ik kan dat verhaal eigenlijk niet vertellen. Maar wat ik vandaag heb gehoord is echt insane. Ja, en toen, je niet vertellen uit een soort vertrouwensband, bedoel je? Of niet vertellen in de zin, dat geloof je nooit? Nou, dat je eigenlijk een beetje vergelijkbaar met, leg maar eens een film uit aan iemand die hem niet heeft gezien. Ja, je kunt dat bij benadering doen, maar het gevoel geef je nooit mee. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk maar één manier. En dat is daar een microfoon bij te plaatsen. En dat was eigenlijk nog voordat de podcast als woord volgens mij bestond, dat wij daar mee aan de slag gingen. Cool. En mijn eerste 10 interviews zijn dus ook alleen maar met klanten. En toen merkten wij dat wij in een vijver zaten van allemaal ondernemers die bezig waren met persoonlijke ontwikkeling.
omdat ik ook de website van 365 dagen succesvol toen had mogen ontwikkelen. Of ja, vormgeven eigenlijk het hele brand. Ja, en zo ging dat balletje rollen en werd de podcast op een gegeven moment een entiteit op zichzelf. En daar zit nog een heel belangrijk ding in. Ik vind en vond mijzelf altijd iemand die te veel ruimte innam. Dus iemand die te veel het zeepkistje pakte en zijn verhaal ging doen. En ik dacht, als een soort van persoonlijk ontwikkeltraject ga ik nu een keer aan de andere kant van de microfoon zitten. Omdat ik wil leren luisteren. Ja, en zo ja, had ik daarin eigenlijk gevoelsmatig een soort nederige rol, een dienende rol. En daarin stond ik eigenlijk meer in service van iets of iemand. Ja, en dat is wat mij betreft eigenlijk een heel belangrijk thema van dienend leiderschap. Mensen dienen. Dat ging een hele belangrijke rol spelen in het gelukkige mens wat ik nu ben eigenlijk. Even kritische vraag. Waarom is dat dan niet gewoon dienstbaarheid? Waarom is dat dienend leiderschap? Waar zit dat stuk leiderschap dan in jouw visie? Hoe komt dat daar om bij om te kijken? Ja, goede vraag. Kijk, het dienende leiderschap is dat ik in het traject, en misschien is dat leiderschap maar op een heel klein stuk hoor, maar ik ben wel degene die wil blijven bewaken wat het resultaat is. En eigenlijk precies die klant die ik eerder aanhaalde, die zegt, ik wil een website, want dan gebeurt er dit en dit. Ja, daar wil ik eigenlijk het leiderschap pakken om te zeggen, ja, maar die website gaat jou niet helpen. Dus ik wil eigenlijk de klant in die zin ook af en toe onttronen. En ik denk ook dat we uit een tijd komen waarin de klant is koning als een soort van slogan rondging. Toen heb ik er een keer van gemaakt, een echte koning durft zijn klant te onttronen. Wat best wel een bold statement is. Maar niet uit ego, maar juist ten dienste van datgene wat er gecreëerd gaat worden. Dat is eigenlijk gewoon het perfecte voorbeeld, denk ik, van meer ruimte in durven nemen. Dat is ook gewoon durven zeggen tegen zo'n klant van, hey, ik denk echt dat je naar mij moet luisteren. Basically is dat wat je zegt. Ja. Luister naar mij, want ik heb het beste met je voor. En ik denk dat ik weet wat ik aan het doen ben. Ja. Of luister niet. En dat is ook helemaal oké. Doe je eigen ding. Ja. Dat daar ook dat stukje leiderschap bedoel jij. Een soort dienend zelfvertrouwen misschien wel of zo. Ja, en het interessante vind ik dat het is vaak, als ik naar mijn eigen verleden kijk, dan is het zo van, hey, of het moet om jou draaien, of het moet om mij draaien. Oeh, het draait nu iets te veel om mij. Nou, dan stuur ik wat aandacht naar jou. Maar in feite gaat het niet om jou en mij. Wij staan ten dienste van wat wij scheppen. Of wij staan ten dienste misschien wel van de liefde. En dat gaat misschien wel heel ver in deze podcast. Er gaat niks te ver hoor. In nou deze podcast. Het vraagt misschien wat uitleg, maar. Maar ik denk dat dat echt een hele belangrijke shift is die ik bij mezelf deze zomer heb gemaakt. Dat ik eigenlijk weg ben gegaan van de vraag, wat wil ik en wie ben ik? En daarvoor in de plaats heb ik een andere vraag gezet. En dat is, wat wil er via mij tot uiting komen? Oh, wauw. Ja. En toen ik daar een antwoord op kreeg, want dat is dan ook iets wat je krijgt, wat mij betreft. Dan valt ook die moeite weg om te zeggen, jongens, ik ben een propositiekoning, ik ben een woordkunstenaar. Eigenlijk valt die hele weerstand weg van, oeh, hoor mij eens met mijn grote superego. Oh, even wachten. One moment. Volgens mij is hij dichtgeklapt, of niet? Ja, dat gebeurt. Ik heb dus een. Laat hem gewoon doorlopen. Ja, nee, perfect. Ik heb nieuwe apparatuur en die hoorden wij ineens klik maken. En nu moet ik dus iets gaan deleten. Even kijken.
keuzes. Hij zegt dat hij 8 minuten kan filmen. Nou, weet je wat? Ik formateer deze, want ik heb die. En dan komt deze gewoon later bij. Kijk, nu kan ik 16 uur filmen. Oké, cool. Dat klinkt beter. Is dat aan? Ja. Ja. Sorry. Maar je mag nu niet vanuit ego, maar vanuit... Nou ja, het is... Je kern zeggen, dat is gewoon waar wat via mij naar buiten komt. Ja, kijk, of weet je wel, wat kom ik brengen? En ik denk dat dat een... een vraag is die niet verstoord wordt door jouw ego, die misschien een applaus wil en daarom zegt, ik wil public speaker zijn. Of verstoord wordt door de vraag, wie ben ik? Die heel moeilijk te beantwoorden is. Alleen al om het gegeven dat je eigenlijk jezelf niet kunt waarnemen. Dat je daar eigenlijk altijd een spiegel voor nodig hebt. Dus hoe kan ik nou weten wie ik ben, zonder mij te relateren of te spiegelen aan iemand anders? Dus, of een vraag. Ja. Dus nou ja, laat het zo zeggen, ik kwam er op dat moment niet uit. Ik kwam er niet uit om de vraag te beantwoorden, wie ben ik, nog wat wil ik? En toen heb ik dus eigenlijk die vraag gesteld, wat wil er via mij tot uiting komen? En die heb ik toen uitgebreid naar, en wat wil er eigenlijk allemaal niet via mij tot uiting komen? Mag ik hem, want dat en ik, ten eerste, hoe vond je antwoord op die vraag? Maar zou je, dat is eigenlijk vraag 1, daar aan gerelateerd. Zou je, wat wil er via mij tot uiting komen, zou je dat ook kunnen vervangen door waar ben ik goed in? Dus wat kom ik doen? Wat kom ik brengen? Is dat hetzelfde? Nou, het maakt me niet eens misschien zoveel uit of je er goed in bent. Ik denk dat dat bijna altijd wel zo is hoor. Maar ik zat daarover na te denken van, stel dat er nu oorlog zou uitbreken en we zouden die oorlog alleen overleven of winnen. Als iedereen doet waar die voor gemaakt is. Nou, ga dat doen. En dat heeft dus helemaal niet te maken met wat je wilt doen of wat het meest cool is. Maar dat heeft alles te maken met wat functioneel is in de grotere orde. En nou ja, eigenlijk mijn proces was dat ik een lijst maakte van 20 dingen die ik allemaal deed. En daar zat tussen jong leren zelfs, fotograferen, marketing, copywriting, business coaching. En ik ben eigenlijk gewoon gaan strepen. En steeds hetgeen afstrepen wat het minst resoneerde met dit kom ik als mens brengen. Totdat daar gewoon letterlijk alleen maar het woord propositiecoach stond. En toen ben ik met dat woord naar buiten gegaan. En er waren woorden doorgestreept als public speaker, wat ik helemaal niet leuk vond. Ik had net een website af, eddieboom.nl, wat toen een public speaking website was. Wat nu dus een propositiecoaching website is. Ja, en dat proces, dat is eigenlijk het weghalen van alles wat je niet bent, of wat er niet via jou tot uiting wil komen. En toen zag ik afgelopen zomer zag ik een documentaire van Quincy Jones, waarin, dat is zeg maar degene die Frank Sinatra en Michael Jackson heeft grootgemaakt. Dus een beetje de Dr. Dre van 20 jaar eerder. Ja, hij maakte de composities van alle grote films, ballads. Die moet je echt kijken, by the way. Als je nu luistert en denkt, huh, wie, welke documentaire? Netflix, ja. Quincy Jones. Ja. Geniaal. Maar daar zit dus een moment in dat hij gewoon wordt gefilmd met een beetje spikkelig 70, jaren 70 beeld. En dan zie je hem een beetje rommelen in een boekje of zo. En dan zegt hij zoiets van, well, sometimes in life you really have to scrape away everything so there is nothing left but truth. En ik heb dat denk ik op pauze gezet. Iets van, nou ja, 5 keer opnieuw afgespeeld, totdat ik alleen nog maar kon janken. En toen wist ik van, dit is wat ik hier kon doen. Ik kon niks toevoegen. Ik kom dingen weghalen. En als ik het heb over woordkunst of proposities maken,
dan haal ik vooral alles weg wat niet jouw propositie is. En ik haal alle woorden weg die tussen jou en het communiceren van je boodschap instaan. Even voor de leek, wat is precies een propositie? Want de ondernemers die weten dat vast, maar... Ja, dat is wel een goede vraag ook. Ik zeg wel eens, woorden maken zinnen, zinnen maken verhalen. En verhalen, of een bundel verhalen, kun je je propositie noemen. Anders. Ja, oké. Okay. Nou, kijk, en dit is een beetje mijn eigen definitie, maar eigenlijk een propositie is, en als je dat zou vertalen, dan kom je uit op het woord voorstel. Dus het is eigenlijk datgene wat jij jouw klant voorstelt. Wat vet. Ja. Wat je voor, ja, ik hou van taal. Ja. Maar ja, wat je voorstelt, letterlijk. Ja. En hoe je je voorstelt. Nou ja, in het Engels is een proposal een aanzoek. Ja, ja. Weet je wel? Oh, dus. Cool. Dus welk aanzoek doe jij? Kijk, het aanzoek naar je partner is, wil je met me trouwen? Maar het aanzoek naar je klant is, wil jij met mij meters maken op dit stuk? En kijk, om het eventjes een klein beetje te ontleden, is een propositie in hoe ik hem benader, is het ontzettend goed weten welk probleem je oplost. En dat beschrijven. Het is een bij de hand belofte, zoals Tibor noemt. Dus een slogan waaruit een belofte spreekt. Dus als je hier niks aan verandert, kun je ervan uitgaan dat dit je overkomt. Dat is een negatief geformuleerde. Maar een positief geformuleerde is, als je dit doet, dan zou je daar kunnen uitkomen met je organisatie of met jezelf. Dus een propositie is eigenlijk een verzameling van een probleemstelling. Hoe jij anders bent dan anderen die op papier hetzelfde doen als jij. En dat is tegenwoordig een hele relevante. Want hoeveel coaches zijn er? Hoeveel fotografen? Hoeveel grafisch ontwerpers? Dus niet hoe ben je anders dan iemand die wat anders doet. Nee, maar iemand die exact hetzelfde doet. En dan kom je naast... dat probleem, hoe je jezelf verhoudt tot de ander en tot een paar mooie slogans, kom je uit op je persoonlijke verhaal. Maar dan niet zoals we dat vroeger, en dan heb ik het over een aantal jaar geleden, een soort van kwetsbaar persoonlijk verhaal over je jeugd. Maar eerder een verhaal zoals Ilka Smit dat noemt, je track record. Dus eigenlijk welke gebeurtenissen of dingen heb jij gedaan waaruit blijkt dat jij de juiste persoon bent voor de juiste organisatie. Dus dan is het bijna een combinatie van je cv. Het is bijna een soort dating. Je vraagt wel aan zo'n klant of zo'n bedrijf basically om jou te vertrouwen. Ja. Ja. Dus een propositie richt zich op wat je dat je laat zien dat je je klant begrijpt. Ja. Dat is eigenlijk een propositie. En wat kan een niet-ondernemer daarmee? Dus hoe of is dat alleen voor ondernemers van belang? Goede vraag. Ik denk dat dit niet alleen voor ondernemers van belang is. Want het is eigenlijk een antwoord op die eerdere vraag van wat kom ik brengen? Ja. Wat wil er via mij tot uiting komen? Dus het is eigenlijk de vraag niet zozeer wat wil ik. En ik weet dat het heel populair is. Weet je wel, do what you love, follow your heart. Maar wat hebben anderen aan jou? Ja, ja, ja. Oh, gaaf. Ik had de kerel van het Millennium Mysterie hier op bezoek. En toen gooide ik heel hard kaart de knuppel in het hoenderhok. En zei ik, ja, your why is gewoon bullshit. Want your why is ego. Mm-hmm. Het gaat om wat je doet. Dus in hele andere woorden. En hij was helemaal, oh fuck, maar weet je wel. En al die coaches dan die Simon Sinek helemaal volgen. En vind je why en vind je missie. En weet je wel. Maar wij zeggen eigenlijk nee. Vind gewoon daar waar jij iets waardevols kan bijdragen. Ja. Ja.
Ja, ik vraag me af. Ik denk dat ze beide wel een functie hebben. Je why en je propositie, zeg maar. Want het maakt beide contact met een onderlaag. Ja. Waarvanuit jij functioneert. En dat betekent dus dat je een functie hebt. Ja, nee, hij kan niet zonder. Ja, hè? Maar ja. Omdat ze vandaar werd als van... oh, dat is het belangrijkste en je start daar. Ik denk, nee, hij hoort er ook bij. Ja. Maar ik weet niet of dat de kern is. Misschien is de kern wel gewoon wat je doet. Wat je dienst, wat je bijdraagt. En niet zozeer waarom. Dus misschien moet ik hem wel gewoon omdraaien of zo. Ja, maar ik vind het mooi als je dan toch weer over de taal hebt. Dan heb ik ook mij een stukje verdiept in de cursus in Wonderen. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ik vind dat razend interessant. Ja. Want dan staat er ergens een zinnetje van... het hele leven lijkt wel ontworpen te zijn... om ons af te leiden van wat ons werkelijke functie is. En ik denk dat die meer dan ooit klopt in deze tijd... met alle afleiding die we hebben door social media. Maar dan kom je bij het woord functie. En wat ik daar mooi vind is dat... wat is je functie? Dat is dus echt een vraag vanuit een diepere laag. Maar je kunt ook functioneren op iets anders dan je functie. Als je snapt wat ik bedoel. Jazeker. En ik denk dus dat het heel belangrijk is dat jij functioneert in dienst van je functie. Ja. Klinkt heel funky trouwens. Ja. Maar dat is denk ik wel van... het gaat er niet om, want dan kunnen we ook gaan candy crushen de hele dag. Ja. Weet je wel, als het alleen maar om functioneren gaat. Ja. Wat ik ook af en toe wel eens doe. Ja, om te zijn. Of scrollen de hele dag, niet echt de functie. Ja. Nee, helemaal. En je zei van, hè, ik heb daar wel een grote stap in gemaakt... je hebt vorig jaar, dat is nu denk ik een half jaar geleden... die grote shift gehad. Kun je daar iets over vertellen? Van hoe dat proces is gegaan? Ja, dat was eigenlijk... weet je wel, ik denk voor heel veel mensen zal gelden... dat je pas in actie komt als iets gewoon echt heel vervelend begint te worden. En nou ja, los van dat ik me afvraag of het altijd zo ver moet komen... Hè, maar ik geloof dat... bij mij was het eigenlijk zo. En ik kon dat niet uitleggen. En dat vind ik ook meteen weer heel mooi. Van als je op basis van intuïtie gaat leven... dan kun je soms niet uitleggen... waarom er bijvoorbeeld een vriend niet langer in jouw leven past. Of waarom je uit een huis wil wat veel te mooi is. Of uit een business stapt die winstgevend is. En ik zat op zo'n punt dat mijn leven gewoon helemaal perfect was. Dus ik had een prachtig oude herenhuis aan de gracht in Haarlem. Ik had iedere maand in ieder geval voldoende of ruim voldoende inkomsten. Ik had collega's die mijn beste vrienden waren. Ik had een kantoor, als ik het zeggen mag, waarin de podcast gehuisvest was. En dat was een van de visueel mooiste podcasts, denk ik. Gewoon zeker weten, ja. Een soort Joe Rogan-achtige setup... gecombineerd met In Between Ferns, als je dat kent. Ja. En toch merkte ik van... ik voel me eenzaam. En dat is eigenlijk het kerngevoel wat ik had. Ik voelde me alleen. Dus ik voelde me alleen te midden van een vriendin... collega's, stagiairs. Een stad waarin ik op straat kan lopen zonder met iemand af te spreken. En ik weet zeker dat ik die avond bij iemand aan kan schuiven in de kroeg. Dus ik was, zeg maar, alleen te midden van heel veel anderen. En toen kwam mijn oom uit Genève eventjes buurten in mijn huis in Haarlem, die daar woont. En die stelde toen de vraag, Eddie, heb je vakantieplan? Ik zei, nou, ik heb wel ruimte gereserveerd, maar ik heb geen plan. En toen zei hij, van nou, dan kom je toch bij mij. En ik heb geen moment getwijfeld, ik ben gegaan. En ik wist al in het vliegtuig, ik heb die nacht ook nauwelijks geslapen... en ook een soort van ruzie gekregen met mijn toenmalige vriendin. Ja, dus ik stapte eigenlijk met onweer het vliegtuig in. En ik wist al van, holy fuck, it's happening again, zegt ze in Twin Peaks. En dan weet je, er gaat alles gebeuren. Nou, en ik kwam daar en mijn oom die vraagt, hoe ben je hier terechtgekomen? Ik zei, ja, met het vliegtuig. Ja, heel flauw. Maar daarna kwam er echt een veel te serieus antwoord. Ik zei van ja, ik zei iets in de trant van om mijn levensmissie te vinden. Hoe lang zat het tussen de uitnodiging dat je in het vliegtuig stapte? Ik denk maximaal 6 dagen of zo. Wauw.
En nou, toen reed ik in zijn Mini Cooper Cabrio richting zijn veel te grote appartement zonder spullen. Want hij bleek een soort essentialist / minimalist te zijn. En dat was de perfecte omgeving om niet anders te kunnen dan met jezelf zijn. Ja, en toen heb ik een business coach ingehuurd via Skype. Ik heb iemand gewoon fors betaald om te zeggen: over 2 dagen spreken we elkaar. En dan ga ik jou vertellen dat ik een paar keuzes heb gemaakt. En toen ben ik met een dagboekje onder mijn arm ben ik door Genève gestruind terwijl mijn oom aan het werk was. En we ontmoeten elkaar alleen op een soort schakelpunten. Dus we ontmoeten elkaar op het moment dat ik een keuze had gemaakt. Dan gingen we daar ergens een pizza eten en daarover hebben. En dan ontmoeten we ergens anders elkaar. En dan hadden we het over zijn broer en mijn vader en wat mijn relatie daarmee was. En zo hadden we eigenlijk als een soort Villa Velderhof een soort van hele intieme gesprekken op bepaalde punten in de tijdlijn. Ja, tot dan dat, ja, bij wijze van spreken de witte rook, zeg maar, ja, uit de schoorsteen kwam. En dan weet je van, er is een nieuwe paus verkozen. En in mijn geval was dat ik ervoor had gekozen om mijn podcastruimte stop te zetten. Om te stoppen met mijn compagnon, met de samenwerking. Om het bedrijf wat ik 11 jaar had, om daar uit te gaan. Om een eigen onderneming te starten, naar de Kamer van Koophandel te gaan. Om vakman te worden in plaats van ondernemer. En gewoon 40 uur per week te gaan coachen. En nou, toen vroeg hij, en dat was wel heel mooi. Hij zegt, wel, wat heb je nou eigenlijk, als je dit allemaal samenvat, wat heb je nou eigenlijk besloten? En toen zei ik, om essentialistischer te gaan leven. En toen bleek dat het Latijnse woord te zijn voor zijn. Essence, ja. Ja, en dat ik dus eigenlijk voor het eerst samenviel met mezelf. En toen kwamen we er ook achter dat het ook weer een vertaling is voor liefde. En dat ik zei, mijn leven moet meer in dienst gaan staan van liefde. En toen zei hij van, ja, maar deze zei ik van, ja, maar wacht even. Als ik het over liefde heb, ja, hoe combineer ik dat dan met mijn werk? Hij zegt, ja, maar je kan toch ook liefde hebben voor je klanten? Je kan toch ook liefde hebben? En toen kwam ik tot een blog en dat was Liefde is de baas en de basis. En dat was eigenlijk mijn witte rook naar de buitenwereld. Van jongens, vanaf nu hebben jullie te maken met iemand anders. En toen voelde ik al op de weg terug, er is nog veel meer veranderd. Op basis van een soort, iets wat jij graag wil weten volgens mij, dat ik op A4'tjes een oefening had gedaan. Ja, graag wil weten. Ja, je hebt mij dat in onze pilot van deze aflevering, om het dan zo maar even te noemen, ja, daar iets over verteld. Toen dacht ik, wow, dat is echt fucking interessant. Ja, oké. Okay, dan eigenlijk, dit is dus echt close and personal, voel ik. Maar dat is dan waarschijnlijk het meest interessante voor de luisteraar. Dat er dus één stuk was, en dat was mijn relatie. Waar ik niet zo precies mee wist, wat gaat daar eigenlijk mee gebeuren? Nu dit allemaal aan het veranderen is. Je woonde samen? Ja, ik woonde samen. Ik had 4 jaar een relatie. En toen dacht ik, ik heb ooit in Zweden tijdens een retret een oefening gedaan om op een A4'tje te schrijven optie A en op een ander A4'tje optie B. Nou, je moet je voorstellen, ik stond alleen in Genève op een invalide toilet in de Starbucks. Ik ken ze een beetje, maar ik zie dan plasjes en wc-papier. En zo, gewoon, die zijn meestal niet, vooral op hele drukke plekken. Net als een McDonald's invalide toilet of zo, weet je wel. Zo eentje, daar stond jij met 2 A4'tjes. Ja, en het was niet zozeer dat ik zelf richting wilde veranderen in mijn relatie. Maar ik voelde dat het nodig was, omdat ik merkte van, als een soort van kaleidoscoop, alle kleurtjes vallen op een andere plek, want ik heb er nu een draai aan gegeven. Ja. En wat betekent dit voor mijn relatie? En toen had ik, omdat ik geen papier had, omdat ik geen pen bij me had, en omdat ik eigenlijk geen public space had, of ja, nee, juist een individuele ruimte had, dacht ik, ja, fuck, ik moet hier gewoon op de wc dit doen. Want ik ga morgen met die vrouw bellen. Het moet nu. Vanavond ga ik met mijn oma uit eten. Dus er is geen ander moment dan nu ook deze vraag te stellen. En ik dacht, ja, ik heb dus niet die spiegel. Ik heb niet iemand anders waar ik dat mee kan onderzoeken. Dus ik moet het echt alleen doen. En toen heb ik dus 2 A4'tjes gepakt. En dit heb ik dus eigenlijk ook nog nooit verteld. Maar ik denk, ja, het is nu dusdanig passé dat dat wel kan. En toen heb ik dus 1 van die 2 A4'tjes het hoekje omgevouwen. En daarna weer teruggevouwen. Zodat je alleen zo'n lijntje zag. En ik wist, de vouw staat voor een break-up in mijn relatie.
En die ander staat voor toekomst in deze relatie. Ja, en believe it or not, maar ik ging zeg maar... Ja, dan eventjes een beetje voelen, even op de een staan op de ander. Ja, maar even voor mij, want je hebt die twee papiertjes. Ja. Je zoekt even een rustig plekje. Je hebt zoiets van, ik weet niet waarom, ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar fuck it. Volgens mij is dit een oefeningetje, hè? Ergens in mijn onbewust is dat opgeslagen. Misschien kan ik dat nu wel even doen. Ja. Ik heb het soms ook als ik in het bos loop, dat ik spontaan een opstelling doe met een paar takken. Geen idee wat ik aan het doen ben, maar had ik gewoon ineens zin in. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je, je weet dat dit bestaat, dat het kan. Je staat in zo'n toilet met die twee papiertjes. En dan? Hoe ziet de scène eruit? Nou, best wel met hartkloppingen. Omdat ik weet, opnieuw is het niet een antwoord wat vanuit mijn ego komt. Of vanuit wat zij wil of wat ik wil. Het is gewoon de orde. Het is gewoon wat het is. En ik kan eigenlijk niet anders dan me op een bepaalde manier gewoon overgeven aan de realiteit op dit moment. Dus ik voelde gewoon van ja, er komt een antwoord uit. En ik moet me ook gewoon overgeven aan het antwoord, wat het antwoord ook is. Maar ik zat zeg maar zo high on life. En kan me voorstellen voor de luisteraars die denkt, die gast is ergens onderweg verloren. Maar ik voelde zo'n urgentie om die vraag te stellen. Maar er was voor mijn gevoel geen andere manier om dit op te lossen. Omdat ik geen coach had. Ik had geen sparringspartner. En ik kwam er op papier niet uit. Want ik ging wel dagboeken bijhouden. En ik kwam er gewoon echt niet uit. En toen dacht ik, ik schrijf dus niet op, maar ik vouw eentje. En die staat dus voor de break-up en voor een voortgang in die relatie. En nou ja, ik denk, ik ga daar gewoon op staan. En dan voel je zeg maar of je in balans staat. Of er rust in je lijf zit op het moment dat je erop gaat staan. Zo heb ik dat althans toen geleerd in Zweden. Ja, ja. En wat er gebeurde is dat ik op een van die twee A4's ging staan. En ik ging vol op mijn plaat. Echt gewoon bam. Ja. Hoe dan? In een invalide toilet? Wat doe je? Ja, ik weet nog wel dat ik met mijn rechterhand een wastafel vast had. Maar dat was ongeveer... Op welk papiertje ging je staan toen ja, het gebeurde? Ja, op de break-up. Want je had dus... Die leg je dan op de vloer. En dan ga je eerst met twee voeten op het ene papiertje staan. En dan met twee voeten op het andere papiertje. En toen je dus op het break-up papiertje stond, ging je onderuit. Ja, ja, kijk, heel erg natuurkundig is het, denk ik, gewoon dat stofje als een soort van fluweel ging over een marmeren grond. En dat zorgde voor een glijder. Maar deze had ik even niet zien aankomen. Dus ik kwam, nou ja, nog net niet gehavend, maar wel met een pijnlijke knie kwam ik, zeg maar, uit dat toilet lopen. En toen wist ik van, oké. En toen heb ik op de terugweg heb ik geen... Maar heb je dat niet geïnterpreteerd als... dus dit is niet mijn keuze. Maar jij interpreteerde dat als... dit is dus wel mijn keuze. Nou, het ging er mij om dat... Op welk blaadje vind ik het meest rust? Oh, ja, oké. Ja. Nou ja, dat was duidelijk. En ik heb het dus eigenlijk ook nooit verteld... omdat ik gewoon het ook niet wou vertellen. Want ik denk, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Ja, en dan gaan mensen denken, jezus, wat ben jij nou voor gast... dat je zulke grote levenskeuzes overlaat aan... random liep je bek gaan in een Starbucks-toilet. Ja, maar het interessante was... zoals ik al zei, ik had niet het gevoel... Ja, ik snap dat het misschien vaag is, maar... Nee, ik vind het geweldig. Nou ja, dat ik dacht van, ja, het is ook niet mijn keus. Het is gewoon van, als ik gewoon luister en incheck... Ja. bij wat hoe het hoort te zijn... In plaats van met wilskracht proberen te forceren wat het is. En toen ben ik dus, nou ja, in het vliegtuig naar huis gegaan. Maar niet naar huis. Maar ik heb een tussenstop gemaakt op de Parade Amsterdam. En daar zat ik toen met Alex van der Werf, een Ralf Moorman en Robert, de compagnon van Ralf. En waarom noem ik hun? Omdat dat ook allemaal podcasts zijn geweest... En ondernemersvrienden. En die echt bij ook het nieuwe leven, noem ik het maar even, passen. Ja. Dus een soort nieuwe vriendengroep. En toen zei Ralf, hoe is het met jou? En ik had hem al een tijdje niet gezien. En ik zeg, nou ja, het kan echt een stuk beter. Want mijn relatie is er aangegaan. En nou ja, oh jongen. Maar dat wist zij nog niet. Nee, maar dat was dus het bizarre. Want ik kwam dus thuis. En er stond alleen een volle weekender. En zij was al weg.
Dus ik had ook niet zoiets van ik maak het uit als ik thuis kom. Nee, ik ging er onbevangen in en ik had natuurlijk gevoel en ik wou het niet eens. Maar zij had eigenlijk haar kralen of haar knopen al geteld. Ja, je zou ook, hè, als je het iets minder spierenwieren maakt, kan je zeggen van, nou, zij had misschien ook al bepaalde ongenoegens voor die tijd. Ik was inderdaad behoorlijk veranderd. Dus ja, hè. Dus je kunt je ook afvragen of die oefening echt in een soort van zesde dimensie plaatsvond. Of dat het mij gewoon in ieder geval hielp om datgene wat ik op een onderlaag al voelde, een soort van, ja, te manifest kunnen duiden heb gemaakt. Ja, 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 want dat ik denk dat, wie zei het al, dat is wat een coach doet. Die wijst dingetjes aan. Mm-hmm. Of patronen, of onderhuidse, die kan dat gewoon jou makkelijk inspiegelen. Ja. En jij hebt daar toevallig twee papiertjes voor. En je had die val ook anders kunnen interpreteren. Het maakt ook geen kont uit. Nee. Ook al was je op het andere papiertje gevallen. Het gaat erom wat jouw brein vervolgens daar en de conclusie of de waarde die, of de informatie die je eruit haalde. Zo van, oh ja. Ja. Toch? Absoluut. Ja, en zo is het. Dus het maakt mij ook niet zo uit hoe het werkt, maar ja, het precies. Werkt. Ja, weet ja. Je wel? Nou ja, goed. En toen. Kijk, en toen kwam ik tot het punt, fuck, wat heb ik gedaan? Dat je het gevoel hebt van, nou ja, dit was stom. Dan heb je in 1 week, ja, een moeilijk gesprek met je ex, met je compagnons, maar ook met jezelf. Want je denkt van, ja, ik heb gewoon een paar heilige huizen kapot getrapt. En toen kwam er een soort periode van schaarste in mijn leven, dat ik dacht, fuck, hoe ga ik mijn geld verdienen? Dus ik was in één week mijn huis kwijt, mijn kantoor kwijt, mijn beste vriend kwijt, mijn vriendin kwijt, mijn geld kwijt. En toen was het dus diezelfde oom die zei, ik heb dus ook een huis in Den Haag, wil je daar wonen? En dat was een soort retraite voor mij, want hij was dus ook minimalist. Dus nou, dat is waar ik nu nog steeds eventjes 2 weken woon en dan is die periode voorbij. En nou ja, wat hier nog even interessant was, dat er een punt kwam dat ik dacht, fuck, wat heb ik gedaan? Maar in diezelfde energie, die soort van moedige energie kan ik het noemen, dat ik keuzes heb gemaakt waar ik eigenlijk voorheen niet echt goed in was, kwam ik ook in gesprek met Ilke de Boer. Ik heb hem een voice-app gestuurd. Ik zeg, ik heb het idee dat wij elkaar nu moeten spreken. En dat was de dag dat wij samen een podcast hadden opgenomen. Die, dus, toen ik bij jou was geweest. Ja. Oh ja, klopt. Je bent toen dat bij toen hem. Nog, ja, 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 dat ja. Ik toen nog die moest verplaatsen. En jij zei zoiets van, een beetje een geintje van, nou, oké, okay, ik weet alweer wie de belangrijkste is of zo. Ja. Maar, een beetje plagemakker. Maar dat was wel een soort gut feeling van, ik moet hem ontmoeten. En toen was hij eigenlijk de eerste die uitsprak van, jij bent beter met woorden dan de meeste professionals die ik ken met woorden. En toen dacht ik, hey, dit is interessant. Want daar heb ik keuze in gemaakt. En toen vroeg hij mij als een soort van pleister op de wond van, wil je gratis naar mijn seminar in ruil voor wat slogans voor mijn buitenlandprogramma? En dat seminar, dat was de 1000% bevestiging dat ik wel degelijk een goede keuze had gemaakt. In die zaal zat de vader van mijn ex. Dus die had net 1000 euro betaald om zijn ex-zwager te horen vertellen, hoi, ik ben Eddie, ik ben hier gratis. Ja, heb het een beetje moeilijk, want mijn ex heeft me gedumpt. Ja, dan sta je dan zo in het urinoir met je zwager van, oh ja, shit, ben jij er ook vandaag? Was niet heel gemakkelijk. Maar daar mocht ik dus mijn woordkunst voor het eerst, zeg maar, laten klinken. En ik heb in een soort van creatieve energie 150 slogans gemaakt, ongeveer voor de helft van de deelnemers. En ja, ik kan wel zeggen, the rest is history. Want daarna had ik 20 nieuwe klanten. Ik had een 3 keer zo hoog maandsalaris als wat ik ooit had gehad. Ik werd benaderd door Tibor, door Edwin Selij. Nienke van der Lek wou een podcast met me. Simone Levy wou me spreken. Dolly wou iets van me. Je kan zeggen, heel solopreneur Nederland hing ineens aan de telefoon. Ja, ja, ja. Ja, en toen dacht ik van, this is the guy we need to talk to. Ja. Yeah. En nu ben ik dus als vakman gewoon bijna fulltime mensen aan het coachen op hun, ja, zoals Eelco Smit dat zei, waar ik dat ook voor heb gedaan, het meesterlijk verwoorden van jouw klantbelofte. Ja. Ja,
En dat is voor mij, denk ik, ik heb het nog nooit zeg maar public verteld, maar dat is voor mij, denk ik, een van de grootste veranderingen die ik ooit in mijn leven heb gehad. Kan je, want je zei van hè, het feit dat je thuis kwam en die weekender stond daar, dat hè, waarschijnlijk had zij ook ongenoegers. Van die keuze komt ook natuurlijk niet uit de lucht vallen. Want ik vind dat hele bijzondere momenten, want dat is echt een. En bij jou was het helemaal theatraal in een Starbucks toilet. Ja, ja. Maar ik denk dat zoveel mensen daar tegenaan hikken. Zo van, ergens latent iets voelen. Zo van, ben ik op de juiste weg? Maar, ook, maar het gaat heel goed. Om daar dan die stap te kunnen zeggen. Want je had ook in die Starbucks wc kunnen staan. En die papiertjes kunnen doen. En het kunnen opfrommelen. En zeggen, laat maar, het is mislukt. Weet je wel, ergens. Wat gaf die doorslag? Of wat maakte dat je dat stukje lef nu ineens wel had? Dan ga ik eventjes iemand anders noemen. En Tobias, deze had je niet verwacht. Het komt ook nu pas binnen. Maar ik heb Tobias Mol een keer in mijn podcast gehad. Hij is judokampioen Nederland geweest. Maar ook diabetes type 1. Dus... ja, suikerpatiënt op best wel een zwaar level. En ondertussen echt een topprestatie. En hij zei eigenlijk in de podcast, alles in het leven wil je iets vertellen. En zoals Richard de Lette ook in een podcast zei, het hart fluistert. En als je wil horen wat er verteld wordt, dan moet je soms rust nemen en de moed vinden om te luisteren. En hij zei toen in die podcast een oefening. En die oefening van Tobias was, laat mij alles zien wat mij tegenhoudt om te komen waar ik hoor te zijn. En hij is echt toen met zichzelf op de bank gaan zitten en wilde gewoon een soort van ja, geëtaleerd krijgen wat hem allemaal tegenhield. En ik heb exact die oefening gedaan. Ook omdat ik dacht van ja, je bent één hoorde verwijderd van je grootste doorbraak. Laat hem maar zien. En ik denk dat het heel moeilijk is om dat soort van te kwalificeren van dit was het. Maar het was een continu, ja, toenemend, groter wordend ongenoegen. Totdat ik me op een gegeven moment gewoon echt ongelukkig voelde. En tegelijkertijd geloof ik, je hoeft niet tot dat punt te wachten. Als je af en toe in rust goed met jezelf, ja, wat deep thinking doet. Ja, reflectie, ja, sowieso stilte. En denk jij dat je podcast ook, je leest veel, je houdt je ook bezig met de grotere vraagstukken. Denk jij dat het vertrouwen hebben in, ongeacht welke keuze ik nu maak, hè, je bent één hoorde verwijderd van je grote doorbraak, altijd. Daar is natuurlijk vertrouwen voor nodig. Daar is een wereldbeeld voor nodig wat positief is of wat vertrouwen schept. Denk ik. Ja. Heb je daar ook wel eens over nagedacht? Van, goh, weet je wat maakt. Want lef is één, zeg maar. Mm-hmm. Maar je die stap. Want ja, ik spreek natuurlijk ook veel mensen. En ik hoor ook mensen die zeggen tegen mij, ja, ik vind het. Maar jij doet dat allemaal maar. Jij durft dat maar. Denk ik, ik kan ook niet in de toekomst kijken, weet je wel. Voor mij is het net zo mistig als voor jou. Mm-hmm. Wat daar aan de andere kant zit. Alleen ik weet, of ergens geloof ik in dat het aan de andere kant beter is voor mij. Ja. Anders kom ik niet van mijn plek af. Ja, en dat is een goede vraag. Dus eigenlijk van waar komt die moed vandaan? Of waar komt die actie vandaan dat ik op dat moment dat kon? Is het voor jou? Was dat crystal clear? Maak die stap, want dit en dit gaat er dan gebeuren? Ja, ik heb denk ik een antwoord wat mogelijk het antwoord is. En dat is dat ik ik had last van hypochondrie. En dat is gewoon de angst voor ziektes. Yeah. Dus dat is net zoals dat iemand bang kan zijn voor hoogtes, was ik bang voor alles. Dus ik had een plekje op mijn huid en ik dacht, huidkanker, ik moet mijn testament gaan opmaken.
En dat ging heel ver. Totdat ik eigenlijk erachter kwam. Ik heb geen vertrouwen in mijn eigen lichaam. En dat is heel mooi, want ik heb een keer een soort van pentagram laten maken. Wat eigenlijk een soort van astrologie is. Een soort van horoscoop in een 30-delige mapje, zeg maar. Het is echt een boekje, kreeg ik van die vrouw. En daar stond in, jij bent het type mens die een soort van wijsheid heeft, maar je krijgt af en toe lichamelijke uitdagingen om van daaruit dat te overwinnen en anderen beter te kunnen ondersteunen bij hun proces van eenzaamheid of angst of lichamelijke problemen of mentale problemen. Nou, en ik kreeg dus op een gegeven moment een plekje op mijn been. En dat begon te jeuken en ik ging dat opzoeken. En ik bespaar je dit hele verhaal. Maar het kwam erop neer dat het uiteindelijk een melanoom bleek te zijn. En dat was dus slecht nieuws. Wat is een melanoom? Een melanoom is zeg maar huidkanker. Oké. Dat is kut. Dus je weet van jezelf, ik ben een hypochonder. Ja, exact. En dan is het ook echt iets. Ja. Nee, kut, zie je wel. Ja, ja. Fuck. Maar er zit een kleine nuance in. Want ik heb dus één keer eerder in mijn jeugd een onderzoekje gehad dat er weefsel was weggehaald. En dacht, dat is foute boel. Dus we laten jou als klein kind van 13 drie weken in onwetendheid. En dan bellen we je op om te zeggen wat je had. En toen kwam mijn moeder de trap op lopen. En die zei, de dokter wil je het je liever zelf vertellen. Wat de meest onhandige actie was. Want het was goedaardig. Ik was compleet. Dus ik kreeg een enorme angst voor wachten op uitslagen. Of naar examen was er. Nou, toen dus een aantal jaar geleden had ik een plekje op mijn been. Maar door een reorganisatie bij het huidziekenhuis moest ik niet een week, maar 3 maanden wachten op de uitslag. Nou, dat was echt de hel. En ik heb toen 3 weken of 3 maanden in zo'n ongelooflijk onaangename state geleefd. Dat ik uiteindelijk ook nog die uitslag kreeg. Totdat ze zeiden, het lag heel erg dun op of het dan de spits nevus was. Een Latijnse term of die. En wat bleek? In the end, het is zeer zeldzaam. We weten nog weinig vanaf. Maar je kunt misschien toch concluderen dat het was toch goedaardig. Maar waarom is dit nou zo tekenend geweest? Omdat ik dus, als je leeft in de overtuiging dat je doodziek bent, dan, en dat niet een dag, maar 3 maanden lang, dan kan het eigenlijk gewoon niet slechter. Ja. En ik denk dat ik daar heb geleerd dat ik ik klop het wel even af, maar ik ben niet meer stuk te krijgen. Ik dacht echt van, desnoods slaap ik onder een brug, maar wat is geld nou? Desnoods word ik alleen oud. Maar wat is, weet je wel, ik weet gewoon comfortabel te zijn met oncomfortabel leven. Ik heb ontzettend veel gemediteerd. 1000 dagen op rij, iedere dag een half uur. En ik denk van nee. En ik ben dus nu zo goed als af van die angst. Maar daar is ook een stukje moed. En ik heb het nog niet helemaal. Hè? Er zijn bepaalde gebieden in mijn leven waar ik nog wel een beetje die daadkracht mis. Maar daar heb ik het eigenlijk geleerd. Dus ik heb in een hele oncomfortabele setting geleerd om toch door te gaan. En iedere dag present te zijn voor mijn klanten, voor mijn partner toen. Ja, daar is het eigenlijk gebeurd. Maar dat komt allemaal in deze podcast samen. Hè? Dus het zijn hele bijzondere afleveringen voor mijzelf in ieder geval. Wow. Ja, ik vind het echt heel tof. Ook gewoon, het lijkt heel klein, maar het is tegelijkertijd gewoon massive. Want het zijn je fundament wordt gewoon even, weet je, voor een buitenstaander denk je, weet je wel, je maakt toch gewoon een keuze. Maar het hele slagschip wat je bestuurt, laat je in één keer los. Ja. En je liet los terwijl je nog niet wist wat er aan de andere kant stond. Ja. Want toen was je nog niet bij Ilko geweest. Nee. Toen wist je nog niet. Weet je, nu terugkijkend heb je zoiets van wow, weet je wel. In hindsight klopt het helemaal en het had zo moeten zijn. En weet je, het beste geworden wat het had kunnen zijn. Nog veel beter dan ik had kunnen bedenken. En dat is natuurlijk het verhaal wat we altijd horen van mensen die keuzes maken. Oh, weet je wel, en het was de beste keuze ooit. Maar ik vind het interessant, wat gebeurt er aan de voorkant?
waar ik zelf van de week zat ik ook in zo'n beetje in twijfel van, oh, is het nu mijn hoofd of is het mijn hart? Hè? Want je had waarschijnlijk ook, weet je, je hoofd kan 100.000 dingen bedenken om wel in dat bedrijf te blijven, om wel die relatie, om het hem de kans te geven. Maar ergens fluistert er iets van, misschien is het niet. En ik zat er heel erg mee in strijd. Zo van, maar wat weet ik nu wanneer wat is? En dat is best wel lastig. Ja. En toen in één keer bedacht ik me, oké, als ik er nu eens van uitga dat die splitsing, van oké, laat dit ratio zijn, laat dit hart zijn, whatever, dat welk pad ik ook kies, dat het beste pad is wat ik kan kiezen. Mm-hmm. Welke zou ik dan kiezen? Als ze alle twee geweldig blijken te zijn. En dan ineens is de keuze super makkelijk. Ja, mooi. Super makkelijk. Ja. Want waarom denk ik waarschijnlijk mensen bang zijn om die stap te maken. Ze zijn bang voor de verkeerde keuze. Mm-hmm. Ze zijn bang van, oh, en nu heb ik dat gesprek met die vriendin. Nu maak ik die pivot met mijn bedrijf. Nu doe ik iets groots. Shit. Ja. Straks is het verkeerde. Mm-hmm. En kan ik niet meer terug. Ja. Daar is denk ik, of althans, daar ben ik heel erg bang voor. Terwijl ik denk, ja, maar als ik geloof in dat de keuze altijd de beste keuze is. Nou ja, en dan is het weer niet meer eng. Nee, maar dan kom je op dat Jim Carrey stuk van je kunt dan beter falen in wat je wilt dan in falen met wat je niet wilt. Ja. Weet je wel? En ik denk dat mensen dat. Ja, je kunt inderdaad falen of je kunt inderdaad weinig succes boeken, maar who cares? En wat ik mooi vind aan wat je vertelde is van dat eerste stukje na die keuze was niet meteen awesome. Ja, nee. Dat is ook heel belangrijk. Want was bij mij toen ook. Ja. Toen ik heb ook zo'n periode gehad, geen huis. Dat heb ik jou in de aflevering verteld. Moeten mensen daar maar luisteren. Maar ook, shit, weet je wel. Je staat even helemaal open, bloot, blootgelegd. Je ligt als een soort van open zenuw in contact. Want al je schilletjes zijn weg, al je zekerheden zijn weg. En dus ben je ook heel kwetsbaar voor opmerkingen als, oh, weet je wel, pas op, je ligt in de goot, nu heb je niks meer en het gaat fout, het gaat nooit meer lukken. Dus aan de ene kant ben je heel, weet je wel, je volle potentie kan je niet gaan benutten, want je hebt geen ballast meer, je hebt alle vrijheid. Maar aan de andere kant is er ook een stemmetje wat op de loer ligt, wat denkt, hoehoe, dit was verkeerd, zie maar wel, dit gaat fout. Herken je dat? Had je dat ook? Nou ja, kijk. Ik denk dat er een soort van tussenruimte is waarin je iets eigen moet maken. En kijk, wat ik duidelijk wist, ik zit op een rotonde en ik word echt duizelig als ik blijf doordraaien. Weet je wel? Dus ik moet er vanaf. Ja. Maar wat bleek, al die afslagen hadden mist. Dus je weet op een gegeven moment, ik moet kiezen tussen de mist ingaan of duizelig worden. Nou, en ik heb 5 afslagen die mistig zijn. Ja. Nou ja, ik wou in ieder geval weg van de plek van die rotonde waar het minst comfortabel voelde. Dus kiezen heeft ook alles te maken met nee zeggen. Dat heb ik ook geleerd. Nee tegen waarvan je zeker weet, dit dient mij niet. Of hiervoor ben ik hier niet. En toen ging ik inderdaad die mist in. Maar op het moment dat je die mist in gaat, dan weet je eigenlijk nog, behalve dat je in een soort white space zit, weet je nog niks. En ik denk dat die white space wel een mooie metafoor is. Omdat je ook die ruimte, je moet jezelf die ruimte nog eigen maken. Als je ergens mee stopt, dan ontstaat er ruimte voor iets nieuws. Maar die ruimte, die moet jij nog wel identificeren. Die moet je jezelf nog eigen maken. En dat soort van tussenstuk, daar heb je echt vertrouwen nodig. En berusting, en dan is op zo'n moment misschien inderdaad meditatie en alles goed, om te weten van, op een gegeven moment zakt die mist af en kan ik dit het pad noemen wat ik mijn eigen pad noem. Maar dat stukje is inderdaad heel interessant. Want dat is, daar hebben we het eigenlijk nooit over. Je ziet alleen maar de prullen ervoor en daarna. Ja. Maar dat tussenstuk is zo. Ja. En heel grappig, dat klikt bij mij nu even een paar dingetjes in. Laatst sprak ik iemand en dat ging het over hoe snel je een overtuiging, dus hoe snel je een keuze kan maken en hoe snel het dus eigenlijk ook kan gaan. En ik merkte dat ik het toen niet goed kon verwoorden, maar eigenlijk nu ik jou hoor, denk ik, ik had er voor mezelf bedacht, je hebt ongeveer, of nee, niet bedacht, maar ook zelf ervaren en daarna ook gevalideerd in onderzoeken gelezen, dat je ongeveer 9 tot 15 maanden nodig hebt om een overtuiging te veranderen.
de overtuiging mm-hmm. kan meteen veranderen. En toen dacht ik van, oké, maar waar komt dan die 9, 10, 12 maanden vandaan? Je moet gewoon een soort van afkicken van je oude overtuiging. Ja. En toen dacht ik, ja, nou, ik ben verslaafd geweest, meerdere keren, aan meerdere dingen. Goh, ik kan ook verslaafd zijn aan een soort identiteit, verslaafd aan een overtuiging, verslaafd aan een gedachtepatroon. En dan kom je heel erg bij Jan Geurts natuurlijk uit. En toen dacht ik, het is niet zozeer dat die overtuiging, die kan wel in één keer omslaan. Maar dan ga je nog die white space in, ja. waarin je nog niet iets nieuws hebt. Nog aan het afkicken bent eigenlijk van je verslaving aan je oude zelf. Aan mm-hmm. je default patroontje, ja. waar je niet, je unconscious being. Ja. Maar die white space. Ja. En ik denk dat misschien is het een stukje je nieuwe overtuiging bouwen en afkicken van je oude overtuiging. En daar heb je fucking veel vertrouwen voor nodig. Want het is zo verleidelijk om of weer terug te gaan. Exact. Of, want ja. iets over te willen slaan of te snel te willen gaan. Ja, want dan kom ik op, ik weet niet of ik die zelf heb bedacht, maakt ook niet uit, maar we houden ons liever vast aan het ongezonde bekende dan dat we stappen in het onbekende gezonde. En als je daar in die white space zit en je ziet achter in ieder geval die rotonde die je kent, dan is het eigenlijk veel verleidelijker om een stap terug te doen dan een stap vooruit te doen en niet weten. En dan kom je dus toch op een stukje, ja, noem het eventjes purpose of higher self of iets wat een soort van vertrouwen geeft om te weten dat die andere plek jou meer gaat dienen. Ja. En ja, waar je dat stukje vertrouwen uithaalt. Nou, in mijn geval was dat dus door te weten dat zelfs in de meest erbarmelijke omstandigheid ik nog steeds verticaal stond. Ja. En ik denk dat ik op basis van die ervaring, en dan is een mooi bruggetje dit, want die ervaring zorgde ervoor dat ik mezelf staande hield. En daar is een mooi voorbeeld van uit een boek, en daar komt hij, waarin een schipbreuk leidt. En wat blijkt? Er komt laadhulp. En alle ouderen op dat schip hebben het overleefd en alle jongeren niet. En hoe kwam dat? Omdat eigenlijk alle jongeren geen ervaring hadden met erbarmelijke omstandigheden. En van schrik overboord zijn gesprongen en dachten van ja, ik ga niet wachten tot het noodlot ons gaat tarten. Ik spring gewoon overboord, dan is het maar gebeurd. En toen kwam er dus hulp van de ouderen die al meerdere klote situaties in hun leven hadden meegemaakt. En die hebben gewoon rustig gewacht op hulp. En dat is een mooi bruggetje naar dit boek. Want dat komt uit, bijna zeggen. Dat komt uit dit boek, Synchroniciteit. En die heb ik hier speciaal voor jou meegenomen. Wat lief. En deze had ik nog niet. Nee. Synchroniciteit. Ja, het bruggetje wat ik nog wilde maken. Jij vertelt nu een verhaal. Zie hier de kracht van verhalen. Maar had je het ook gewoon tegen me kunnen zeggen. Ja, je hebt gewoon geduld nodig. Ja. Punt. Ja, en, dit, en nu heb ik dat ankertje. Oh, dan zie ik dat schipbreuk voor me. Ja. Patience, weet je wel, wait. Ja. Het komt, ja, mooi. En, misschien wil je daar wel wat over vertellen. Over dat, die kracht, die verhalen voor ons. En daarom is dit boek mijn lievelingsboek. Want synchroniciteit combineert eigenlijk wijsheden en informatie met inspiratie door storytelling. En dit is eigenlijk de autobiografie van Jozef Jaworski. En zonder je het hele boek te verklappen, haal ik er nog wel één mooi stuk uit. En dat is dat hij bijvoorbeeld een hoofdstuk heeft en dat heet de kubieke centimeter kans. Ja. En dan beschrijft hij een chameleon die op een tak zit. En die chameleon die moet de hele tijd waakzaam zijn. Want er is één, hij is eigenlijk de hele dag lui, zou je kunnen stellen. Maar er is eigenlijk één moment op de dag dat er een vliegje voorbij vliegt. En dan moet hij zijn tong uitrollen. En als hij dat moment eventjes niet waakzaam zou zijn, dan heeft hij 24 uur geen eten. Dus dat beschrijft eigenlijk dat wij allemaal als mensen een kubieke centimeter kans hebben. En dat is eigenlijk een hele kleine kans om een ideaal leven te leiden. Maar op het moment dat wij heel waakzaam zijn en heel erg in het nu zijn, dan kunnen we onze tong op dat moment uitrollen. En dan kan het leven zich aan ons ontrollen of ontvouwen. Wat we eigenlijk zouden moeten leiden, waar we heel gelukkig van worden. En nou, het enige wat je daarvoor hoeft te doen is
Ja. Waakzaam zijn. Gewoon de hele tijd alleen maar in het nu zijn. Ja, super simpel. Zal ik even vertellen waar ik hem op opensloeg? Ja. De zin. Opnieuw stonden we daar in stilte. Verdiept in en opgenomen door het moment. Super grappig. Want het lijkt nu alsof het boek vol staat met het moment. Maar dat is echt niet waar. Dit noemen we ze dan synchroniciteit. Ja. Dat het even waarvan akte. Ja, want jouw vraag was een soort van de kracht van storytelling, toch? Of... Ja, nou, ik vond het mooi. Weet je wel, je maakt een punt en je illustreert dan om even helemaal terug naar je craftsmanship ook te gaan. Mm-hmm. Want je maakt een punt met een verhaal. Ja. Een verhaaltje. Ja. Is dat wat je doet? Want we hadden het begin over je propositie, je verhaal bevrijden. Ja. Is dat ook hetgeen... Hoe ik het zo kan zien, je helpt mensen om hun kern te verwoorden in een verhaal zoals dat van de chameleon. Wat we snappen, zeg maar. Wat zich makkelijk in ons wil verankeren. Of wat we makkelijk kunnen integreren. Ja, kijk, als je het een beetje neurologisch uitlegt, dan legt een verhaal verbindingen die een lijst met feiten niet legt. En een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik. Dat als we naar de Bijbel kijken, wat ook een verhaal is, dan heb je het verhaal van Adam en Eva en je hebt de 10 geboden. En als ik jou zou vragen, noem de 10 geboden op, dan kom je misschien tot 3 of misschien tot 5, maar in ieder geval niet tot 10. Maar als ik jou zou vragen, kun je mij het verhaal van Adam en Eva vertellen, dan kun je dat wel. En dat illustreert het verschil eigenlijk tussen een bullet list en daarmee een feitenlijst en een verhaal. En ja, niet voor niets is... Ja, een verhaal, het medium of het voertuig waarin we eigenlijk oeroude informatie nog steeds kunnen doorvertellen. Ja. Dus ik denk gewoon dat verhalen een middel zijn om groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Ja. Ja, het onbewuste denkt natuurlijk, of denkt, het onbewuste denkt niet, maar... Dat wordt dan zo gezegd, hè? Je hebt je cognitie, je rationele kant, je prefrontale cortex. Die houdt van bullenlijstjes, takenlijstjes, strategieën, modellen, dat stuk. Maar alles wat daaronder zit, waar we ons niet bewust van zijn... dat zit veel meer in het verhalende, het beeldende, het visualiserende... Het scheppende bijna, het creatieve. Is dat, je zegt, ik heb 1000 dagen elke dag gemediteerd... Hang die twee met elkaar samen? Het feit dat jij die verhalen vindt... met het feit dat jij jezelf rust geeft om daarin in te tappen... in dat onbewuste deel? Of? Nou ja, het is heel interessant, want die hebben wel degelijk wat met elkaar te maken... maar het zijn eigenlijk elkaars antoniemen met een duur woord. Het zijn tegenhangers. Want verhalen zijn natuurlijk verbindend en inspirerend... Maar als we geen verhalen zouden vertellen in ons hoofd... dan had ik ook mijn hypochondrie nooit gehad. Dus dan had ik nooit de angst gehad voor ziektes. Dus verhalen zijn je kit en je kill. Zoals ze dat mooi zeggen in een TED-talk in het Engels. Je kit en je kill? Je kit, KID. Dus eigenlijk... Je kit. Ja, okay, een soort van je health kit. Maar het is zowel hetgene wat je eigenlijk... in leven houdt als hetgene wat je af en toe echt de strop om je nek doet. Ja. En ik zeg, mijn slogan is... eerst maken we jouw verhaal. Daarna maakt je verhaal jou. Maar wat ik niet zeg, maar dat zit eigenlijk op een onderlaag... om erachter te komen dat je je verhaal niet nodig hebt. En dat is één grote paradox. Maar ik geloof dat een verhaal eigenlijk ervoor zorgt... dat je met de materie aan het werk gaat... En door dat verhaal te schrijven, ze zeggen de slechtste plek om iets te bewaren is in je hoofd. Ja, materialiseer en conceptualiseer je datgene wat er binnen in jou leeft. En daarmee, ja, weet je wel, schep je eigenlijk iets als mens. En op het moment dat je dat hebt gedaan, dan heb je ook zoveel vlieguren met dat onderwerp gemaakt. Dat je, ja, wat ik aan het begin van deze podcast zei, van tot een punt komt dat het je eigenlijk niet meer zo uitmaakt wat een ander ervan vindt. Ja. En daar ontstaat een stukje daadkracht, overtuigingskracht en helderheid. Tegelijkertijd, als je die daadkracht, helderheid en overtuigingskracht hebt... dan kom je ook tot een punt dat je niet meer het gevoel hebt... dat je dat verhaal moet vertellen om een sale te kunnen draaien... of om iemand te overtuigen.
Ja, ik moet denken aan iemand die mij een keer gecoacht heeft voor 5K. Ik dacht, nou, dat is best wel veel geld voor een paar wandelingen. Dus ik zeg, waarom moet ik bij jou zijn? Hij zei, omdat ik fucking goed ben. Dat was een hele pitch. Maar ik wist gewoon, als ik door ga vragen, dan krijg ik een verhaal. Ja. Maar hij is zo van zichzelf overtuigd dat hij op dit moment het verhaal niet meer nodig heeft. Cool. Ja, dus ik denk eigenlijk uiteindelijk zijn verhalen, ja, een plek waarin we elkaar kunnen ontmoeten. Maar tevens moeten we bij ons bewust blijven dat het toch ook maar een verhaal is. Zoals het kind van mijn kompion zei. Ja, verhalen zijn toch van die dingen die niet echt zijn gebeurd. Ja. 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 Zo is het een bepaalde manier. Ja, wel. Ja, ja. Oh. Leuk. Oh, man. En ik, zoals je hoort, ik ben best wel een storyteller. En ik moet dus mediteren om dus af en toe even, ja, dat die verhaaltjes juist uit te blazen. Ja, ja, ja. En ga jouw verhalen bijvoorbeeld over jezelf of over je business? Want het self-authoring stemmetje, die continu, als je mediteert, kom je er al snel achter dat er vooral heel erg luid een stem is die soort van je autobiografie voor je aan, die soort van naast je loopt. Zo zie ik dat dan voor me met zijn perkament en zijn veer. Die zo vertellen wat je allemaal doet en hoe belangrijk dat is. Is het dat, heb je het dan daarover? Zo van de verhalen die je continu aan het vertellen bent? Of richt je dat bijvoorbeeld heel bewust op vraagstukken die je hebt? Nou, mijn vraag is basically, wat gebeurt er in je bovenkamer en in hoeverre richt je dat? Bijvoorbeeld tijdens een meditatie? Of laat je dat gewoon de vrije loop? Nou, ik merk dat ik heb ook een belangrijk hoofdstuk eigenlijk in deze podcast. Ik heb een nieuwe meid ontmoet waar ik een hele leuke relatie mee heb. En zij zegt eigenlijk, weet je wel, jouw verhaaltjes, dat zijn ook een beetje alsof het een soort hitjes zijn. Van, ja, oh, wacht eens even. Ja. Alsof je een soort van jockey, weet je wel, die zo'n, hoe heet het, zo'n oude plaatsspeler waar je... Jukebox. Ja, zo'n jukebox, ja. Weet je wel, van, nou, als je Eddie meeneemt naar een verjaardag, dan gooit hij er eentje in de jukebox en dan krijg je hem. Ja, dat klopt. Vanuit wat Paul Smit zegt, de waarheid is niet de waarheid, maar de waarheid is het verhaal wat je jezelf het meest hebt verteld. Ja. Dus als je een verhaal meer dan één keer gaat vertellen, dan wordt het jouw waarheid. Ja. Dus dat is er bij mij best wel gebeurd. Dus ik heb gewoon echt wel inderdaad een jukebox van, nou, ook in mijn online opleiding. Er zijn iets van 100 verhalen die ook alsmaar beter worden, omdat ik ze gewoon heel vaak heb verteld. Tegelijkertijd, als ik bijvoorbeeld voor Instagram verhalen ga schrijven, dan neem ik nooit genoegen met een verhaal wat ik voor mezelf al ken. Dus dan schrijf ik altijd een verhaal wat voor mij nieuw is. Terwijl het misschien voor mijn toehoorder, kan ik best dat oude verhaal nog een keer vertellen, want die kennen ze nog niet. Dus in mijn marketing, dat is wel interessant, in mijn marketing zit eigenlijk altijd nieuwe verhalen. Dus in mijn marketing innoveer ik mezelf. Maar in mijn sales en mijn producten heb ik oude verhalen die zo vaak verteld zijn dat ze een hele hoge kwaliteit hebben gekregen. Dat je gewoon kan zeggen, omdat ik fucking goed ben. Ja, toch? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Geen idee heeft een antwoord als op je vraag, hoor. Maar... Nou ja, ik was een beetje... en het was een warrige vraag, sorry. Maar je zegt het mediteren en het belang van mediteren versus het vertellen van verhalen. Weet je wel? Terwijl je in meditatie meer op zoek gaat naar de rust. En ik heb zelf ervaren, juist door te mediteren werd ik me heel erg bewust van het feit dat er continu zo'n verhalenmaker, zeg maar, gaande was. Misschien is mijn vraag, mijn interesse ligt wel meer van hoe je mediteert en richt je dat of laat je dat vrij? Weet je, volg je een bepaalde intentie misschien wel? Wat doet het voor jou? En ja, eigenlijk het hele interessante is, als ik nou kijk van wat is voor mij mediteren, dan is eigenlijk het enige moment dat je mediteert, dat is het moment dat je bewust bent dat je bent afgegleden. Dus het moment dat je tegen jezelf kunt zeggen, ah, ik ben nu even in gedachten verzonken, dan weet je één ding zeker. Op dat moment ben je het hier en nu. Want anders kun je dat niet zeggen. Dus eigenlijk het moment dat je niet mediteert, mediteer je. Dus dat is even één grote paradox. En wat ik verder doe in mijn meditatiebeoefening, dat is ja, een soort van wie visueel is ingesteld, die kan met me meekomen. Ik ga echt als een soort van God ga ik naar mezelf kijken. Dus ik probeer boven mezelf uit te stijgen. Tot een punt dat ik mezelf zie zitten in die meditatiestoel. En dat ik er zo ver vanaf zit dat ik bijna het contact verlies. Maar ik zoek de hele tijd dat punt op waarin ik mezelf bijna verlies.
Want dan heb ik de maximale afstand van mezelf en daarmee van mijn verhalen en piekergedachten. Maar ook weer op zo'n level dat ik mezelf ook weer niet kwijtraak en dat het een soort nihilisme wordt en dat ik denk, oh, boeit allemaal geen reet. Dus ik zoek eigenlijk dat punt op, ja, weer het woord tussenruimte, bijna de tussenruimte tussen incarnatie en ja, eigenlijk echt helemaal kwijt zijn van jezelf. En ik denk dat dat heel belangrijk is, want als je de hele tijd op zoek gaat naar dat punt in je hoofd, in je mind, dan moet je ook de hele tijd weer dat woord waakzaam. Dan moet je de hele tijd waakzaam zijn van, hey, neem ik nu te veel afstand of niet? Dus je bent, ja, daarmee eigenlijk heel erg alsof je een soort cameraman bent in een zaal die probeert, zeg maar, de acteur op het podium te zien, maar dusdanig uitzoomen met zijn camera dat het bijna zo'n grensgevalletje is van, staat hij er nog wel op of niet? En dat is een heel vaag wat ik nu zeg, maar dat is gewoon iets wat ik na heel veel meditatie zo ben gaan ervaren. En als ik op dat punt zit, dan komen er, zoals Daft Punk dat zegt, random access memories. Dus dan komen er willekeurige gedachten tot mij, waarvan ik niet meer wist dat ik ze nog wist. En ik weet niet welke functie dat dient en of het een functie dient. Maar ik vind het wel razend interessant dat ik dan in één keer dacht, fuck, ik zie ineens mijn moeder die mijn carnavalspak maakt van toen ik 5 was. En helemaal in detail hoe die stof eruit zag. Ik denk, jezus, dat ik dat nog wist. En daar krijg ik dan ineens toegang toe. Willekeurig. Random access memories. Ja, dus een soort willekeurige toegang tot, ja, gedachten waarvan je niet wist dat je ze nog wist. Oh, vet. Oh, die term ken ik niet. En waar ik heel erg aan moet denken, wat daar goed op inhaakt, zijn twee losse, nou, realisaties, inzichten, boeken, whatever, hoe je het ook moet noemen, stukjes input. Die space die jij vertelt, of die je omschrijft, sorry. Dat doet me heel erg denken aan wat Neville Goddard, waar we het vorige keer ook wel kort over hebben gehad, een mysticus uit de jaren 50. Hij noemde dat floten. Hij noemde dat, hij wist, toen bestond floten natuurlijk nog helemaal niet, maar dat opzoeken van een space, een liminal space, tussen waken en slapen bijna. Dan kan je dus door mediteren. En hij noemt dat floten. En waar het mystieke deel in zit, hij gebruikt die staat van zijn ook om intenties te zetten. In wat hij wil bereiken. Ja, een soort van, weet je, in die staat waarin eigenlijk ook alles kan. En waarin je ook het meest susceptible, dus het meest open staat voor suggesties. Zo bijna auto-hypnose, als je het helemaal in een soort van NLP-termen zou willen. Want het kan natuurlijk heel spiritueel, maar ik wil zeggen, het is ook gewoon zelfhypnose. Hij gebruikt dat om zichzelf een soort van vooruit in de trein te projecteren. En dan niet in wat hij verzameld. Dus van, oh, en dan heb ik een boek. Maar dan ben ik een bepaalde persoon die dit boek in bezit heeft. Dus hij houdt het, dus ja, echt super vet. Dus daar moest ik aan denken toen je dat vertelde. Want ik denk dat heel veel mensen wel het stukje mediteren en, weet je, tot rust komen. En wat ik zo mooi vind aan Neville, en dan komt dat tweede stukje, dat is een in het hier en nu een mindfulness teacher, een vrouw, waar ik laatst een podcast met haar heb geluisterd en ook haar boeken besteld. En zij is echt universitair docent en mindfulness, helemaal echt mindfulness als wetenschap ook. En zij heeft een aantal elementen. En het gaat dus niet alleen om een soort van rust, maar ook affectie en intentie. Dus het is niet alleen maar het opzoeken van die liminal space waarin je float en waarin alles, zeg maar, kan ontstaan. Maar dat ook durven richten op iets. Al is het maar the good of all people. Hè? Dat hoeft niet per se je eigen belang te zijn. Ja. En dat vond ik wel heel mooi. Ik heb haar boek meteen besteld. Dat is nog niet binnen. Dat moet nog uitkomen. Dacht ik, dat voelt een beetje als een soort van ontbrekend stukje in het meditatieverhaal of het mindfulness verhaal en zelfsturing van, ja, het is de stilte opzoeken en het rust en het neer laten dwarrelen van de mist en het verhaal en alle shit. Maar dat ook durven richten op iets met, al is het zelfhypnose of een intentie zetten. Ja. En is dat iets wat jij doet of laat je het dan helemaal open? Ik heb dat wel gedaan. Dat voelt echt als een soort van ander hoofdstuk in mijn leven. Maar mijn ouders die zijn redelijk spiritueel en die hadden een soort van, ja, meditatiegroep waarin echt bepaalde dingen zoals het klimaat of, ja, dat je echt in een kring ging zitten en dat je echt ging mediteren op een beter milieu. Of dat je echt ging mediteren op minder oorlog of wat dan ook. Nou,
ik merkte, ik was in heel veel opzichten een beetje een vreemde eend. Want ik was 20 jaar jonger. Ik wist van de helft van de dingen. Kijk, ik kan me wel voorstellen dat... ik heb dat eigenlijk niet echt gedaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dan in ademhaling meditatie je focust op bijvoorbeeld je ademhaling, dan heb je toch over je aandacht ergens op richten. Ja, dan kun je waarschijnlijk ook zeggen van dat aandachtspunt, dat is misschien een betere wereld. Of dat is misschien, nou ja, je eigen relatie die je wil verbeteren of wat dan ook. Ja, of je en dat vind ik heel interessant. En dat is wat Neville heel mooi doet. Die ook, by the way, de Bijbel helemaal als storytelling en dat ontleed in. Maar wat probeert het nou echt te vertellen? Wat probeert dit verhaal over die vierkante centimeter en zo'n chameleon, wat probeert ons dat echt te vertellen? Mm-hmm. Het is niet dat daar ergens een chameleon zat met een tong. Nee, dat wil je iets duidelijk maken. Ja. Dus, en hij richt zich heel erg op basically zelfsturing en persoonlijke ontwikkeling. Maar dan consciousness is God. Mm-hmm. Punt. Ja. Kijk maar, want eigenlijk zegt de Bijbel dat op heel veel plekken wordt dit, en dan haalt hij al die citaten aan. Dus hij richt zich dat op het verbeteren van jezelf. En het verbeteren van jezelf, dat is een soort van ripple effect. Weet je wel, als ik alles wat ik uitzend en dat ik joy en happiness meeneem, word jij ook beter van in dit gesprek. En daar ook de luisteraar en daardoor ook, weet je wel. Dus het is oké om aan jezelf te werken ook. En daarmee een bijdrage aan een betere wereld te leveren. Maar geen idee hoe ik hierop kwam. Maar je had dus gewoon ouders die dat deden. Jij beseft je wel dat dat niet standaard is, hè? Nou ja, nee. Ik merk ook gewoon dat het bijna een soort van geheim van, weet je, alsof het een beetje sectisch is of wat dan ook. Maar ik heb er eigenlijk altijd wel ook positieve dingen uitgehaald. Het heeft toch een bepaalde romantiek en diepgang gebracht in mijn leven. En misschien zelfs wel op die momenten dat ik voor moeilijke keuzes stond, dat ik altijd toch een soort van holistisch gevoel had van een, ja, toch een soort van alles is één. Mijn vader was ook heel erg bezig met de antroposofie, wat zo'n filosofie is, ook vanuit, ja, meerdere bewustzijnslagen te kijken en zo. Dus ik heb er altijd wel heel veel aan gehad. Aan zo'n soort vage opvoeding, om het maar even. Ja. Ja. Supermooi. En zo terugkijkend op, nou, er zit een half jaar, denk ik, nu voor jou. Ja. Hoe ziet het volgende half jaar er, denk je, uit? Nou ja, heel praktisch. En dat is ook weer een paradox. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik toen, ik heb dus een half jaar geleden in Zwitserland gezeten. Precies een jaar daarvoor zat ik in Antwerpen. En dat zijn echt van die sleutelmomenten geweest, van die veranderde momenten. Ja, dat ik nu juist voel, ik mag wat meer toetreden als public speaker. En in misschien een tussenvorm als trainer. Dus ik geef laatst uit wat vaker trainingen. Waarover? Gewoon dat stuk, het bevrijden van je verhaal? Ja, eigenlijk over de kracht van communicatie, waarin ook een heel mooi hoofdstuk in het boek staat. Maar die mag je zelf lezen. Ja, maar eigenlijk als je het simpel zegt, het is niet zo van, hey, een lepel is een lepel en daarna noemen we het een lepel. Dus je geeft een naam aan iets wat is. Dus ik heb hier een beker. Dan noem ik het een beker. Maar in het boek wordt eigenlijk beschreven dat het exact andersom is. Dus dit is eigenlijk gewoon een stuk materie of concept. Maar doordat wij het een beker noemen, krijgt het de functie van iets waar je uit drinkt. En dus als jij een beker brengt naar een stam in Afrika die eigenlijk onbekend is met het concept beker, omdat ze uit hun handen kommetjes drinken, dan zullen ze misschien denken, oh, dat is handig. Dit is precies, zeg maar, wat ik onder een stoelpoot kwijt kan, want die loopt te wiebelen. Dus die ontlenen die functie er niet aan. Dus eigenlijk taal schept onze levensbeschouwing. Dus hoe wij naar de wereld kijken, begint bij taal. En de diepere laag van mijn trainingen is van, als je daar bewust van wordt, ja, choose your words wisely, weet je wel. Ga op een juiste manier om. Niet alleen met hoe je het verhaal op je website vertelt, maar ook het verhaal wat je in je eigen hoofd vertelt. Want zoals Edwin Selijn mooi zegt, een kat is nooit depressief als die een keer geen muis gevangen heeft. Waarom niet? Omdat hij niet
die woorden eraan heeft gegeven waarmee die het kwalificeert of klassificeert als zijnde iets wat mislukt is. Dus ook woorden in je eigen hoofd. Ik denk dat er zonder taal was er geen oorlog en waren er ook geen depressies. Dat is best wel een statement, maar ik denk dat het zo is. Ik denk dat wel. Ik denk dat ik zelfs iemand kan aanwijzen die dat helemaal... Als je een tijdje bij de Indianen hebt gezeten, zeg maar, waar iedereen gewoon lekker salang met elkaar chillt en niet te veel praat. Oh, wauw. Ik besef me nu pas waarom ik podcasten zo vet vind. Je zag me net even... Ja. Ik ging er even aan. Het zijn die puzzelstukjes die in elkaar vallen. Ja. Die momentjes van... Ah, weet je, jij vertelt iets waardoor ik dan weer via andere gesprekken, zeg maar, beter aan elkaar kan linken in mijn hoofd. En dan word ik even intens gelukkig van. Ja. En het is natuurlijk één grote paradox. Want hoeveel woorden moet je wijden aan het gegeven dat taal eigenlijk een crime is? Ja. Ja, maar het belang van taal, weet je wel. En gewoon, dat zegt natuurlijk NLP, weet je wel. En Edwin Selijn, bijvoorbeeld ook Neville zelfs. Van ja, als ik het in mijn hoofd... Het begint met het verhaal wat ik in mijn hoofd heb. Dat zegt hij, weet je. En als mijn consciousness God is, dus als wat ik in mijn hoofd... Het verhaal wat daar verteld wordt, als dat op de een of andere manier weerspiegelt in de wereld om mij heen. Of je het nou boeboe of niet, zeg maar. Het is wel zo. Je neemt iets mee. Je zendt iets uit. Dus het begint daar. Bij de gedachten die je hebt. En dat is voor mij meteen echt een fucking moeilijke opgave. Van wow, Oké. Denk jij dat je je gedachten A echt bewust kan kiezen en dat je daar dus dat je daar vrije wil in hebt? Dat is mijn vraag en dat is echt een hele grote vraag. Want want we eigenlijk wat wij zeggen is van oké, je kan uitzoomen, je kan kiezen de gedachte van oh shit, ik heb niks, of holy shit, ik sta nu op een punt waarvan ik alleen maar kan groeien, waar we het er straks over hadden, en die witte in die witte space, ja, daar kan je nog alle kanten op gaan. Hoeveel vrije wil hebben wij in die keuzes die we maken? Of zijn dat allemaal random? Ik ben exacte term. Ja, random access memories. Want wij zeggen eigenlijk van, oh, je kan uitzoomen. Je kan verschillende scenario's zien. Dan kan je bewust kiezen voor een bepaald scenario. Een bepaalde gedachte. En je daarop focussen. Dus, maar de vraag is, waar kunnen we dat echt? Of is die keuze, wordt die voor ons gemaakt? Ik denk, ja, ik ga er nu ineens over nadenken, weet je wel. Maar dan ga ik toch proberen een wijze antwoord te geven. En dat is eigenlijk dat er vanuitgaande dat er afgescheidenheid bestaat. Dus dat jij iets anders bent dan ik. En dus dat jij een soort van eigen ecosysteempje bent en ik een ander. Ja, ga je dus ook die vraag stellen van, hey, heb ik een vrije wil? En kan ik daarmee iets anders doen dan wat jij doet? Maar als je nou ervan uitgaat dat jij en ik één zijn en dat alles één is, dan valt als allereerste al oorzaak en gevolg weg. Dus stel dat je een druppel water hebt in de zee. Dan kan je zeggen, of nee, beter, stel dat je een rij met dominostenen hebt die allemaal, ja, zo dicht op elkaar staan dat als je de voorste een duw geeft, dat de achterste ook meteen omvalt. Weet je wel? Ja, dan is er geen sprake meer van oorzaak en gevolg, maar dan gebeurt alles in hetzelfde moment. Dus dan is het niet zo, eerst valt de eerste, dan de tweede, dan de derde, dan de vierde, dan de vijfde. Maar als ze helemaal tegen elkaar aanstaan en je geeft de voorste een duw, gaat de achterste tegelijk ook om. Nou, wat betekent dat? Dat in de eenheidssoep gebeurt alles in hetzelfde moment. En niet na elkaar. En dat is eigenlijk meer een soort relativiteitstheorie die ik een soort van aan het verzinnen ben. Maar ik geloof dus dat dat terwijl, zeg maar, die ene steen beweegt, beweegt ook die ander. En dan kun je dus de vraag stellen, was het dan die derde steen die bepaalde, ik ga nu vooruit vallen? Of was het die negende steen die zegt, ik ga nu vooruit vallen? Nee. Of je kan zeggen, ze vallen allemaal, dus ze hebben allemaal de vrije keus genomen om te vallen. Of je kan zeggen, ze hebben er allemaal niet voor gekozen, want ze zitten allemaal in een grotere orde. Dus ik denk dat het eerder zo is dat vanuit de eenheidsgedachte
Ja, jij bent onderdeel van die eenheidssoep, dus jij hebt een keuze. Maar het betekent ook dat al het andere met jou meekiest. Ja, ja, ja. Ja, of je hebt allemaal geen keus. En ik weet niet of dit antwoord bij iemand resoneert. Leave in de comments als je denkt, die gast is het echt helemaal kwijt. Of, maar dat is meer dat ik denk van ja... wij zijn zo gewend om in oorzaak-gevolg te denken. Maar volgens mij bestaat er helemaal geen oorzaak en gevolg. Ik moet heel erg aan Alan Watts denken. De boek on the taboo against knowing who you are gaat basically helemaal daarover. Over wel of geen oorzaak-gevolg. En het feit, hij beschrijft het volgens mij, als ik het goed kan reproduceren, als je moet voorstellen dat je een schutting ziet. Mm-hmm. Er is een plank uit. En je ziet de kop van een kat en een staart. En jij... Je hoofd maakt daar van, oh, er is een kop en een staart. Er is oorzaak en gevolg. Maar dat komt alleen maar omdat je steeds maar één fractie ziet van het totaalplaatje. Het is niet dat de kop de staart, want er loopt een kat langs. Het is niet dat de kop ervoor zorgt dat er een staart is. Mm-hmm. Ja, oorzaak, gevolg. Ja. Nee, het is er helemaal. Alleen, ik zie eerst alleen dat stukje en dan zie ik alleen het middenstukje en dan zie ik alleen het achterste stukje. Dus ik denk dat het een het andere veroorzaakt of dat ze elkaar opvolgen. Maar dat is niet zo. Mm. Er staat een hele kat. Ja. Alleen, ik zie hem niet helemaal. En ja, goed, hij heeft daar een leuk boekje aangeweid. Ja, nee, en ik vind het, laat het zo zeggen van, dit is dan niet per se een intelligent antwoord, maar ik zou wel willen bij wijze van spreken mensen die hier naar luisteren willen uitnodigen om te doen geloven dat je een vrije wil hebt. En dat wil ik nog zeggen, want dacht ik, want dan had ik het laatst met iemand over wat het ook is, en ik weet even niet wie dat zei. Dat is ook een hele slimme filosoof waarschijnlijk. Het doet er ook niet toe. Het feit dat jij gelooft in die illusie en daarna leeft. Zorg ervoor dat jij een fijner leven hebt. Want je gelooft in de illusie dat je vrije wil hebt. Of je wel of niet hebt. Je kan hem beter dan dat omarmen. En denken dat er, weet je wel, een kop en een staart is. Wat het een veroorzaakt het andere. Want zo is hoe we de wereld zien. Het is heel moeilijk om in dat andere perspectief te blijven. Ja. Terwijl daar eigenlijk niemand woont daar. Ja. Ja, en ik denk de joy of life. En dat, daar heb ik het met Edwin Selay over gehad. Weet je wel, van... Kijk, ik denk, dat is misschien echt nog wel een soort van wijze tip aan de luisteraar van... Ja, dit heb ik dus van Edwin en dat is... We zijn zo gewend om te denken, je moet eerst weten wat je wil. Je moet eerst je passie vinden om van daaruit vervolgens te gaan ontdekken en te gaan wandelen. Maar het pad ontstaat als je wandelt. Ja. En wat betekent dat? Dat je niet moet wachten tot je je passie vindt, maar... Ja, Tobias zou zeggen, je passie vindt jou. Maar ik zou willen zeggen, op het moment dat je ergens mee aan de slag gaat, ergens voor kiest, vanuit de gedachte dat je een vrij wil hebt, dan ontstaat er passie voor dat waarvoor je gekozen hebt. En dat is het hele succes bijvoorbeeld van IKEA. Iedereen houdt zo van zijn eigen kast. Waarom? Omdat hij ermee, omdat je ermee bezig... Waarom houden ouders meer van hun eigen kind dan dat van een ander? Niet omdat het een mooier gelukt kind is, maar omdat ze er meer uren in hebben verspijkerd, zeg maar. Mm. Dus ik geloof dat passie gaat dus over lijden en de bereidheid om ermee aan de slag geweest te zijn. Dus ik heb ervoor gekozen in deze zin om een kuifjecollectie te starten een paar jaar geleden. En weet nu alles over die Hergé die dat heeft bedacht. En ik ben echt een nerd en ik kan met mensen... via Marktplaats hele gesprek hebben over dat ene boek of het ene verhaaltje of het ene pop. Maar ja, ik durf bijna te zeggen, ik heb er gewoon voor gekozen om ervan te houden. Ja. Heb jij je Jiro Dreams of Sushi gezien? Nee. Oh, dan ga je geweldig vinden. Het is een documentaire. volgens mij is het Jiro, maar als je Dreams of Sushi documentaire googelt, dan vind je hem ongetwijfeld. Over, er is één sushi restaurant met één of twee Michelinsterren. Wat echt insane is als je vier gerechtjes maakt, bij wijze van. Mm-hmm. Of zes, weet je wel. Iets met omelet en iets met salm en iets met tonijn. Je hebt natuurlijk gewoon een heel klein speelveldje waarin en daar dan een Michelinster in krijgen. Is het gewoon eigenlijk... Ja. Ja, als het gaat over diepgang. Ja, ik snap het, ja. En die documentaire, die man is dus 80 volgens mij in die documentaire. En hij heeft ook dan een zoon die ook die het overdraagt. Maar wat ik daar zo mooi aan vond, is dat...
hij heeft er niet bewust voor gekozen om de beste sushimaker te gaan worden. Dat was gewoon het beroep wat hij kreeg. En daar ga ik gewoon het beste... Die passie, precies dat. In dat stukje ambacht. Zo van, oké, ik ga gewoon de beste sushimaker worden. En dus is het mijn passie geworden. Ja. En die man die werkte ook elke dag op dezelfde tijdstip. Weet je, dat was heel no days off. En niet zo van, oh, arme meneer, hij heeft nooit rust. Maar ja, dit is gewoon wat ik te doen heb. En die passie, die creëer ik zelf. Ik werd niet wakker en ik heb niet gemediteerd. En ik heb geen quiz gedaan van, oh, waar ben ik goed in? Nee, dit is gewoon de enige optie die ik had. Ja, en dan komt dus nu een Eddie One-liner. Ja, hij is nog niet af in mijn hoofd. Maar eigenlijk is het passief leidt nooit tot passie. Dus het is nog net niet helemaal ABN. Maar dat geloof ik, weet je. Door te wachten op een rots van what is my purpose. Ja, je kan denken het staat haaks op wat ik eerder vertelde met die lijst van... Nee, vind ik niet. Want eigenlijk die lijst... Had je pas op kunnen stellen doordat je al die verschillende dingen hebt geprobeerd. Precies. Dus inderdaad. Exact. Dus, nou, en ik denk dat dat wel een hele belangrijke is van... passie is dus iets wat ontstaat door ergens mee aan de slag te gaan. En mocht je toch onderweg afhaken, dan was het je passie niet. Ja. Tada. Ja. Super cool. Mooi. Ja. Ik denk dat wij wel wat meters hebben gemaakt. Heb ik nog iets, want we zitten op 1,5 uur. Is er nog iets waarvan je denkt, oh fuck, dat hadden we echt nog even moeten bespreken. Dat wil nu echt nog heel graag eventjes op tafel komen. Nee, ik zat eerder te denken van, wij hebben de intentie. En nu heb jij mij geïnterviewd en vorige keer heb ik jou geïnterviewd. We hebben dus de intentie, dat is misschien wel leuk naar de luisteraar toe. Als een soort vooraankondiging van, hey, wij zijn natuurlijk beide mensen die daar, die veel mensen hebben gesproken door middel van onze podcast. En allebei nieuwsgierig en hongerig zijn naar persoonlijke ontwikkeling en ondernemerschap. En wij hebben dus de intentie om, ik noemde het eventjes een soort Bert en Ernie van de persoonlijke ontwikkeling. Om gewoon... met je Muppets, je bent er wel echt aan gehecht, hè? Nou ja, het leek mij gewoon wel een soort van kicken. En jou ook volgens mij. Om gewoon een soort reflectiemoment op misschien kwartaallijkse basis te hebben. Waarin we eigenlijk met elkaar uiteenzetten wat we hebben gezien. En hebben ontdekt door de interviews die we hebben gedaan. Maar ook door de ondernemersreis die we maken. Ja, en om daarmee gewoon een soort van, hoe zou je het willen noemen? En dat wordt dan een podcast die zowel op Helden Hordes als op Transformatie gepubliceerd wordt. Ik besef me nu pas dat ik eigenlijk vorige week een soort van mini-pilot heb gedaan met dat concept. Daar heb ik Rowanne van Voorst en Sarai Pannenkoek dat gedaan. En ze hebben natuurlijk ook alle twee een eigen podcast. Mm-hmm. En op hetzelfde vlak bezig. Iedereen is met zijn eigen toespitsing uiteraard. En wat daaruit naar boven dreef, was eigenlijk gewoon... Het was een gesprek tussen drie zoekers, whatever. De relatie tot voeding, Sarai. De relatie tot werken, Rowanne. En de relatie tot jezelf. En die drie samen... En dat was, eigenlijk was dat na 4 uur praten... was dat een beetje wat ik eruit heb gedistilleerd. Zo van, oké, dat waren onze valkuilen en onze lessen. En dat is nu de bijdrage die we leveren. En het gesprek dat we voeren. En dat vond ik echt heel gaaf. Zo van, oké, om daarover te durven praten, zeg maar. Over die lastige relatie met voeding. Maar ook die lastige relatie met eten. En die lastige relatie met jezelf. Dat gesprek gewoon opengooien. En daar gewoon zonder ook enig politiek of financieel agenda erachter zit. Ja. Maar gewoon die nieuwsgierigheid achterna gaan. En ik werd er zo fucking blij van. Ja. En volgens mij kunnen wij dat ook doen met gewoon thema's. Weet je, dat we gewoon kunnen zeggen, we pakken nu één bibbertje in me zit. En dat is denk ik een goed teken. Want als het niet spannend is, dan heeft het ook geen betekenis. Ja, maar het hoeft niks te zijn. Weet je, we moeten onszelf ontslaan van de plicht dat het wijs moet zijn. Of dat het intelligent moet zijn. Want dan sla ik dicht. Kijk, ik moet denken aan Peter Maastam, een vriend van mij. Die citeert dan uit David White. En die zegt, de courageous conversation with thyself. Dat vind ik heel mooi. Dat vind ik gewoon een mooie titel. Yeah. Maar dat is een beetje wat ik bij jou beluister. Yeah. Van op eigenlijk een soort van
sketchy topics eigenlijk gewoon, weet je wel, evolueren met elkaar. En het is, en ik, kijk, ik ben niet bang voor de reacties van anderen. Mm-hmm. Van mij mag iedereen in de meest duistere krochten van mijn geest, I don't fucking care. Je mag weten dat ik verslaafd ben geweest, weet je, dat ik depressief ben geweest, dat ik soms twijfels heb, I don't know, dat ik gekke dingen heb gezien. In de ayahuasca reizen, whatever. Mm-hmm. Je mag ook alles van vragen over mijn bedrijf, weet je wel, over kettenpaspoorten, mm-hmm. over alles. En ik merk dat heel veel mensen dat wel heel erg eng vinden. Jij bent ook open. En Sarai en Rowanna waren ook helemaal open. En juist omdat je het zo sluierloos probeert aan te bieden, mm-hmm. maakt dat ik ook denk, dit is wat we moeten doen. Juist omdat ik dat die genre niet heb, die taboe niet heb, dat unapologetically, nee, dit is gewoon wat het is. Ik hoef me daar niet voor te schamen of onzeker over te zijn. En vanuit die intentie naar bepaalde thema's gaan kijken van hoe denk jij er dan over en echt? Ja. Weet je wel? Ja. En wat doet het met je en echt? Nou ja, en ik denk, het interessante is dat, dat het bij mij best wel een thema is van wat deel ik wel en niet. Ja. Omdat er ook, zeg maar, weet je wel, waarin de meesten misschien te veel achterhouden vanuit onzekerheid. Het moet geen emotionele diarree worden. Nee, zeker niet. Nee, dus ja, vanuit welk motief wil je dan alles, zeg maar, tentoonspreiden? Maar het doel is niet tentoonspreiden. Het doel is een thema bekijken en dan niet wegschuwen van beschouwingen die je misschien niet zou durven doen, omdat je bang bent voor wat mensen daarvan vinden. Ja. Maar het gaat niet om, oh, kijk, mij eens even, weet je, iedereen mag alles van me weten. Nee, als ik het over dat koffiekopje wil hebben, dan wil ik de echte mee. Dan wil ik op zoek naar die waarheid. Jouw waarheid, mijn waarheid, onze gedeelde waarheid. Ja. Of vragen, want wat is waarheid nou in hemelsnaam? I don't know. Mm-hmm. Dat zou ik echt heel graag met je willen doen. Dat we gewoon een thema nemen van, oké, weet je, hoe zie jij dat? Hoe klikte dat in bij jou met de mensen die je sprak? De vragen die je hebt daarover. Tof, ja, zeker. Ja. Let's do it. The Muppets. Ja, I like it. Bij deze is dit een vooraankondiging. Gaan we boxen? Yes. Ik vond heel vet dat jij het woordje epic een paar keer gebruikt. Dat is een tijdje ook gebruikte ik dat ook veel. Epic. Ja. Het is ook epic wat we aan het doen zijn. En dit, ik vond het ook een epic podcast. Ja. Ellie, dankjewel. Ja, kijk, en bij mij is dat is, zeg maar, wat ik ook wel interessant vind. Hè, en dat is misschien nog een soort laatste tip voor iedereen die er wat mee kan. Maar ik neem heel vaak, eigenlijk iedere avond, mijn eigen stem op. In de vorm van een soort dictafoon. Om een gesprek met mezelf te voeren. Ook weer omdat de slechtste plek om dingen te bewaren in je hoofd is. En je moet het gewoon af en toe eruit gooien. En ik merk dat als de keren dat ik, zeg maar, in een podcast ben geweest, als ik daar nu naar terugluister, dan hoef ik eigenlijk alleen maar te luisteren naar wat ik zelf zeg en dat op te volgen. En dan heb ik er een veel beter kwartaal. Dus ik denk ook dat, of je dat nou bij iemand aan tafel doet of alleen met je dictafoon, maar je kunt echt veel van jezelf leren. Ja, het is absoluut waar. Ik weet ook nooit wat, nooit, weet ik wel. Tenminste, weet je wel, een titel verzinnen voor een podcast bijvoorbeeld. Want dan moet ik, oké, de essentie eruit halen. Waar hebben we het over gehad? En heel vaak weet ik dat eigenlijk bijna niet meer. Omdat het zo in een soort flow gebeurt. Ja. En dan terugluisteren denk je, er zitten echt hele interessante dingen in. Ook al komt het uit mijn mond. En dat is meteen eng. Mm-hmm. Oh, ik heb er nu eentje die online moet komen waar ik ben geïnterviewd. En ik was me terugluisteren dacht ik echt, wie denk ik in hemelsnaam dat ik dit... Ja. Want het is best wel een spirituele podcast. En ik weet het toch ook allemaal niet? Nee, dit ga ik toch niet online zetten? Wie zit hier nou op te wachten, weet je wel? Dat is zo fucking moeilijk. En dan zou Gary Vee zeggen, wie zit er op te wachten? Nou, degene die er op te wachten zit en de rest niet. Ja, zo simpel is het. Toch? Dat is waar. Dus niet jij, maar de toehoorder bepaalt wat waarde heeft. Ja. Einde.